O gij die sneller schrijft dan God kan lezen. Dat was het woord van Roland Holst en dat was een treffende typering van Vestdijk. Want Vestdijk schreef 52 romans, 3000 gedichten en ongeveer 35 essaybundels en studies. Hij debuteerde met Terug tot Ina Damman, een van de 8 romans waaruit de Anton Wachter-cyclus bestaat. In 1957 werd Vestdijk voorgedragen voor de Nobelprijs. De ijverige uitgever had zelfs al een buikbandje met het woord Nobelprijs gedrukt en om de betreffende roman gewikkeld. Helaas, die prijs is aan Vestdijk voorbij gegaan, maar voor het overige ontving hij zeer vele literaire prijzen en de erkenning die hem als grootschrijver toekwam. Hoe stevig zij mij ook vasthield, wij dansten niet zozeer met elkaar als tegenover elkaar. Twee lichtblauwe, vochtige, haast zwemmerige, doch schalks lachende ogen hielden mijn ogen dwingend vast, terwijl wij ons zonder bepaald plan langzaam verplaatsten, langzaam in het rond. Toen het trio werd ingezet, zei zij, wat heb jij rode wangen? Toen de piccolo zijn baldadigheden over het park slingerde, lichten haar ogen op, wierp zij het asblonde haar achterover en verspreidde zich een zachte blos over het bijna doorschijnende wit van haar wangen. Er volgde een korte, snelle werveldans die ik met moeite doorstond. Daarop liet ze mij los en vloog naar haar vroegere plaats terug, waar ik haar door stofwolken en een kloppend waas in mijn ogen even roerloos zag staan als tevoren.